Dit filmpje gaat over een van de meest krachtige gereedschappen in Photoshop: curven. En vorige keer heb ik het al over niveaus gehad. En misschien kun je dat filmpje nog herinneren, anders kun je even terugkijken. Maar curven is eigenlijk iets wat ik uh, prefereer boven niveaus. En waarom? Omdat curve gewoon net dat beetje meer controle geeft. Maar op zich lijken de filters behoorlijk op elkaar. Waar vind je curve? Dat vind je hierboven bij afbeelding aanpassing en dan curve of de sneltoets Ctrl M. Dan krijg je dit venster voor je neus, maar dit is natuurlijk niet de manier waarop we gaan werken. Want maken we nou veranderingen en drukken we op oké, wordt het toegepast op de laag. En wij maken altijd een manier waarop we altijd een aanpassing kunnen maken in een later stadium. En dat doen we met aanpassingslagen en dat vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. En dan klik je op curve. En dan komt het er gewoon boven te staan. Ik slik het even los van de balk en ik maak hem een klein beetje anders. Dit is curve, en op zich ziet het er een beetje eh, raar uit, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Je ziet in het midden een voorstelling van je afbeelding, een, een soort histogram wat. Op zich vrij ver overeenkomt met je normale histogram. Alleen curve ziet hierin geen kleuren. Dit is gewoon van donker naar licht. Links staat het donker, rechts staat het licht. En de lijn die schuin is getrokken, dat is de waarde die het is. Dus daarop, op die lijn, is alles zeg maar neutraal. Ga je uh, in, de, in de linkerbovenhoek van de lijn spelen, dan ga je dingen toevoegen. Dan ga je meer licht toevoegen. En ga je naar de rechteronderkant, dan ga je dingen eruit halen. En het spreekt eigenlijk helemaal voor zich. Want als ik bijvoorbeeld eens in het donker begin en ik ga met dit hoekje naar rechts. Dan ga ik er dus donkere tinten uithalen. Want ik werk in de linkerkant van de curve en dat is het donkere gebied. Nou, je ziet in de auto in de achtergrond dat het donkere gedeelte helemaal dicht loopt. En dat er geen details zijn te zien. En als ik naar boven ga dan ga ik juist meer licht toevoegen in die donkere partijen. En dan zie je dat de foto een klein beetje flats wordt. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de rechterbovenhoek. Ga ik de lichte partijen naar onderen trekken, dan ga ik minder licht toevoegen. En ga ik naar links, dan ga ik juist meer licht toevoegen. En dan zie je dat mijn auto bijvoorbeeld detail verliest. Dat is dus heel simpel. Curven um, zijn we er nu al? Nee, natuurlijk nog niet, want we gaan net een stapje verder. Met curven heb ik van donker naar licht de controle. Eigenlijk helemaal zelf in de hand. Ik kan deze lijn helemaal naar mijn hand zetten. Ik kan bijvoorbeeld het potloodje pakken en ik kan gaan tekenen. En wat ik dan doe, eigenlijk vervang ik de lijn. Je ziet dat in de achtergrond de auto dat er dit helemaal niet mooi op wordt. Dus dit maak ik weer ongedaan. Maar je kunt ook gewoon heel geleidelijk. Een klein beetje meer contrast toevoegen. Dus dan druk ik het zwart wat in en het licht wat omhoog. Nou, je ziet dat er bijvoorbeeld best wel wat uh, contrast bij komt als ik het uitzet of aan. En je kunt natuurlijk helemaal doordrijven en een leuke lijn tekenen zoals je die wil. Dit is te veel. Uh, het wit bijt uit, het donker loopt langzaam dicht. Maar je zou bijvoorbeeld ook nog kunnen zeggen: van nou, laat boventonen dan een klein beetje met rust. En zo kun je die hele lijn maken zoals je wil. Kan het? Makkelijker. Nou, misschien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze auto, ja, er kan een klein beetje meer contrast in. Hij is een klein beetje aan de fletse kant en er zit een heel klein kleurzweempje in. Dat is misschien wat lastig te zien. Op zich stond de witbalans wel goed, maar door... Uh, hij stond op autowitbalans overigens. Maar door de, de kleur rood van de auto raakt hij een klein beetje in de war. En uh, dat is heel makkelijk te corrigeren. Er zijn namelijk ook drie pipetjes hier aan de linkerkant. Een zwarte, een witte en in het midden een grijze. Nou, Dubbel klik je op dat pipetje. Dan krijg je de color dropper. En daar zou je een waarde in kunnen geven. En wat ga je daarvoor waarde ingeven? Nou, ik heb op de zwarte pipet geklikt. Ik ga hier ingeven wat absoluut zwart gaat worden. In principe absoluut zwart heeft de RGB waardes 0, 0 en 0. Maar ik kan ook zeggen van nou, um, ik wil bijvoorbeeld de RGB waardes uh, 10. 10 en 10. En ik blijf. Um, Gelijke waarden kiezen, want anders ga ik juist kleurzwemen veroorzaken. Hij vraagt op of ik dat als standaard wil. Nou, in dit geval niet. En nu kan ik ergens in de foto klikken en dan wordt dat wordt de waarde 10, 10, 10. Mooi, donker, zwart. Klik ik op het wit, ja, dan wordt dat de waarde 10, 10, 10. En alles wat daaronder zit, wordt dus donkerder. Nou, dat is niet de bedoeling. En zo geldt dat ook met wit. Als ik bijvoorbeeld op het witte pipetje dubbel klik, dan zie je dat daar al de waarde 2,55 staat ingevoerd. Maar als ik daar bijvoorbeeld 10 van afhaal, en wederom is dit geen standaard, en ik klik ergens op, dan zie je het wordt wel wit, het contrast wordt wel mooier. Um, je ziet dat ook terug in de curve. Maar het bijt niet uit. En dat is op die manier wel te voorkomen. Blijf je nou met de absolute waarden zoals 0 voor zwart of uh, 255 voor wit werken. En je klikt net op het verkeerde stukje, dan heb je uh, de kans dat een ander gedeelte, wat daar dus overheen komt, dat dat erger wordt, dat dat dichtloopt of uitbijt. En dan heb je ook nog het grijs pipetje. Kun je ook op dubbel klikken. Heb je de uh, 50% grijswaarde, 128. Nou, die laat ik in dit geval zo. En ik klik gewoon ergens in het asfalt. Nu heb ik een auto die een stuk contrastrijker is. En uh, minder kleurzweem heeft. Dit is zonder. En dit is met. En als je naar het histogram kijkt, dan zie je dat de witte lijn van mijn belichting eigenlijk niet zo veranderd is. Maar dat er een paar lijntjes bij zijn gekomen. Rood, groen en blauw. En je ziet bijvoorbeeld in uh, de hooglichten dat er. Iets meer rood uit is dan blauw en groen. Nou, natuurlijk heb je hierboven de mogelijkheid om je kanalen te bepalen. En als ik kijk naar het rood, dan is dit de lijn. Of het blauw, dan is dit de lijn. En dat zijn twee verschillende lijnen. En dat is dat kleurzweempje wat hij eruit heeft gehaald. Nou, daar kun je natuurlijk ook nog gewoon mee spelen. Daar ga ik dadelijk op terugkomen, want ik wil eerst nog even een ander. Uh, gereedschapje uit Curve laten zien. Dat is dit handje. En dit handje is eigenlijk best wel handig. Want als ik nu ergens boven de foto ga hangen. Dan zie ik een pipetje. En ik zie in mijn lijn van Curve. Zie ik een klein bolletje. En dat bolletje dat vertelt waar ik op dat moment ben in de foto. Dus als ik hier in de zwarte grill zit. Dan zie je dat het bolletje links onderaan blijft. En zit ik hier op de auto. Op de witte vlakken. Dan zie je dat het bovenin zit. En zit ik op het asfalt. Dan zie je dat het bolletje echt in het middengebied zit. Ga ik nou klikken. Ga ik nou klikken, dan maakt hij een punt daar en daar zou ik nog gewoon aan kunnen slepen. En dan weet ik dat ik dat punt van grijs heb wat ik net heb aangeklikt. Sleep je overigens een bolletje buiten het uh, venster, dan verdwijnt het bolletje. Goed, ik had het daar straks over deze RGB-waardes. Nou, daar kun je ook eventueel nog mee spelen. Pak ik wel even een andere foto voor. Deze in dit geval. Ik klik wederom op curven en dat verschijnt er hierbij. Deze foto is op zich vrij neutraal. Je ziet in het histogram dat er veel donker is. Dat klopt ook wel met de achtergrond en het haar. En je ziet dat er een klein beetje informatie in het midden is. En dat is de huid en dat de lichtere tinten natuurlijk ook wel aan bod komen. Echt absoluut wit zit er in dit geval niet in. Maar dat is op zich helemaal geen probleem. Wat wil ik met deze foto gaan doen? Ik wil hier een, een soort van uh, kleurzweem in gaan brengen. Een beetje een blauwige zweem. Dus als ik het gebied blauw selecteer. Dan kan ik daar nu van alles in doen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen: van nou, er moet meer blauw in de schaduw zitten. Maar je ziet dat het ook een probleem gaat worden in het gezicht. En dat is natuurlijk niet vrij. Ik zou dat natuurlijk nog met een masker helemaal uit kunnen uh, knippen. Uh, dat is veel werk. We zijn lui. We doen dat anders. Als ik op het handje klik, dan ga ik bijvoorbeeld eens kijken boven het gezicht waar mijn bolletje zit. En op blauw is dat misschien wat lastig te zien. Dus ik blijf even op RGB. Dan zie je dat de tinten eigenlijk allemaal in deze kant zitten, in, in, in het middengebied en niet echt in het donker. En dat is ook logisch. En de donkere stukken zitten daar wel. Nou, als ik een beetje kijk globaal, dan is uh, dit ongeveer het punt waarop ik dadelijk het omslagpunt heb van donkere tinten naar de huidskleur. Dus daar moet ik een beetje in blijven. Ik ga weer terug naar de curve en ik ga eens, om te beginnen, een puntje daar neerzetten. En ik ga in de donkere gebieden gewoon meer blauw toevoegen. En wat ik nu ga doen is vanaf het punt wat ik net bepaald heb, eigenlijk de curve weer recht leggen. En je ziet dat ik achter in mijn uh, zwarte achtergrond of bijvoorbeeld in mijn haar een klein beetje blauw bij heb gevoegd. Ik kan dat effect nog een beetje overdrijven. Zet ik het nu bijvoorbeeld uit of aan, dan zie je grote verschillen. Nou, omdat we in een laagmasker werken, heb ik natuurlijk nog de mogelijkheid om dat een klein beetje te corrigeren. Want ook bijvoorbeeld in het oog weet ik dat er te veel donker is. En zou ik dat bijvoorbeeld gewoon heel simpel met een zwarte kwast in het masker weer uit kunnen zetten. En op deze manier kan ik een, een, een kleurtoning in bepaalde gradaties aanbrengen. In dit geval bijvoorbeeld de schaduw. En zo geldt het ook als ik bijvoorbeeld rood uh, toe ga voegen. Ga ik dat helemaal doen, dan loopt dat ook in de huid uh, mee. En, en daar ben je niet naar op uit. Dus dan kun je die curve weer uh, terugzetten. Maar maak je hem niet recht, dan zie je dat hij te groen wordt. Dus je moet die punten er gewoon even netjes bij zetten. Sleep ik deze weer even hier tussen. Zet je hem nou uit, dan heb je niks. En zet je hem aan, dan heb je meer blauw en rood in je donkere gebieden uh, toegebracht. En eventueel met een masker kun je nog gewoon keurig zeggen: van nou, uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar bijvoorbeeld niet, uh, niet hier in het hoge haar. En je ziet wat er gebeurt. De haarkleur wordt ook wat normaler. Op zich zou ik geen rood toevoegen in de schaduw als ik dit zo bekijk. Maar het is uh, voor het voorbeeld even, uh, even, even ja, gedaan. Dus als ik bijvoorbeeld alles weer netjes eruit sleep en terugzet. Blauw kan wel, rood in de schaduw. Ja, dat is niet echt helemaal mijn smaak. Maar dit zou bijvoorbeeld ook kunnen met curve. Dankjewel voor het kijken. Um, volgende keer ben ik er weer. Dat is waarschijnlijk over een paar dagen. Um, ik streef ernaar nou om twee filmpjes in de week te doen momenteel. En dat lukt uh, met pijn en moeite. Ik zit wel veel in het buitenland, dus ik moet de gaatjes zien te vinden. Wil je me volgen? Neem een abonnementje. Vind je het filmpje leuk? Laat even een duimpje achter. En tot de volgende keer!